De delegatie van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken uit Nederland heeft op maandag 15 augustus haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Het bezoek stond in het teken van de thematiek rondom het slavernij en het koloniale verleden. Kamerlid Sylvana Simons zegt dat er ook actuele zaken zijn besproken die in sommige gevallen verband houden met het thema. De Kamerdelegatie kreeg later op de dag in de banquethal van Hotel Torarica een presentatie verzorgd door de Nationale Reparatiecommissie onder leiding van Armand Sunder. De delegatie van de Commissie Binnenlandse Zaken vanuit Nederland heeft hier het voorrecht gehad om met de president een breed onderhoud te hebben. Dat natuurlijk in eerste instantie in het teken stond van de thematiek rondom ons bezoek. En dat is het slavernij en koloniaal verleden. Maar er is gelukkig ook ruimte geweest om actuele zaken te bespreken. Die in sommige gevallen ook direct verband houden, vanzelfsprekend, met dat verleden. U kunt zich voorstellen dat daar waar eventueel excuses zouden kunnen plaatsvinden vanuit Nederland, er ook een bereidheid moet zijn om die in ontvangst te nemen. Er ook consensus zal moeten zijn over waar deze zullen plaatsvinden, met welk doel en in welke vorm. Dus het is ontzettend belangrijk om met elkaar in de eventuele aanloop daarnaartoe van gedachten te wisselen. Ik ben ervan overtuigd dat ons bezoek aan Suriname tastbaar maakt dat wat in Nederland vanuit theorie al vaak wordt besproken. Voor veel van onze delegatieleden is het eerste bezoek aan moeder Suriname. En ik ben ervan overtuigd dat de beleving die verder gaat dan kennis, maar gaat over geur, kleur, smaak, de aanwezigheid van zoveel prachtige diversiteit in dit land, bijdraagt aan het begrip rondom dit ingewikkelde vraagstuk. Dus absoluut hebben wij in de afgelopen dagen ontzettend veel informatie mogen ophalen vanuit verschillende perspectieven. En het is mijn absolute overtuiging dat dat een fantastisch reisverslag zal opleveren, waar eventueel ook aanbevelingen in terecht zouden kunnen komen, die meegenomen kunnen worden op weg naar het vormgeven van een gelijkwaardige toekomst tussen Nederland en Suriname. Nou, we hebben een presentatie gegeven aan de commissie van de vaste commissie van de Tweede Kamer over het vraagstuk erkenning, excuses en herstel. Nou kijk, wij timmeren inderdaad al een hele tijd aan de weg, vanaf 2013. We zijn een presidentiële commissie die toen is ingesteld. En het was een genoegen om vandaag voor deze audience, want het zijn allemaal heel belangrijke personen die in het Nederlandse parlement zitten, dat wij hun kunnen verrijken met onze standpunten over het vraagstuk van erkenning, excuses en herstel. Ja, nou, er waren wat opmerkingen, zeker waardevol. En wij moesten erop ingaan, hebben we dus ook gedaan. En kijk, deze mensen zijn hier naartoe gekomen om te luisteren. En we hebben ons verhaal verteld. En we denken dat ze dat wel meenemen. We waren niet ingesteld om na te gaan of zij de standpunten over zouden nemen. Maar we hebben in ieder geval de standpunten doorgegeven. Nou, ik denk dus dat de Nationale Assemblée, die zal het vervolgtraject bepalen, samen met het Nederlandse parlement. Men had het vanmorgen over een technische commissie om het een en ander voor te bereiden. We hebben de indruk dus dat eindelijk het vraagstuk van erkenning, excuses en herstel op de politieke agenda van Suriname is geplaatst. En dat is een hele goede zaak. Ja, nou, de herstelbetalingen die moeten naar een fonds. Een fonds dus dat beheerd wordt door een aantal mensen, onbesproken gedrag. De procedures moeten transparant zijn en duidelijk zijn. En ook hoe je eventuele projecten moet indienen. En het monitoren en evalueren van die projecten. En zorgen dus dat die projecten terechtkomen bij de mensen waarvoor het bestemd is. Nee, nog niet helemaal. We zijn dus nu met de regering in discussie over deze materie.